Dankbaar is hij en vooral heel erg opgelucht. De man op de brancard is een Australische toerist die bijna twee weken lang in zijn eentje door de jungle van het Maleisische deel van Borneo heeft gezworven. Hij vertrok op 20 oktober en toen hij na een paar dagen nog niet terug was, begonnen tientallen reddingswerkers een grote zoektocht en uiteindelijk dus met resultaat. Andrew Gasco, 26 jaar, maakt het relatief goed. Hij heeft wel een paar snijwonden opgelopen en hij is ondervoed. Want hij heeft naar eigen zeggen alleen een paar wilde varens gegeten de afgelopen weken. De heli heeft hem naar een ziekenhuis gebracht om aan te sterken en om bij te komen van zijn hachelijke jungleavontuur.